Hallo iedereen, vandaag gaat Klus goochelen, als dat maar goed komt. Klus heeft op zolder een goochelboek gevonden. Hij heeft een idee, hij zal een goochelshow geven. Klus zet een grote circustent op en overal hangen affiches. Alle kabouters komen naar de goochelshow kijken. In het midden van het circus staat een grote kist. Kijk, neefje Pats is er ook. Pats haalt weer kattenkwaad uit. Hij gooit vliegertjes door de tent. Eén vliegertje vliegt door het gat in de kist. Nu wil Klus een vrijwilliger. Plop. Plop kruipt in de kist en Klus begint te zagen. Plop voelt er niets van. Hopla, de kist is in twee. En Plop ook. Bravo, klappen de kabouters. Nu is het tijd om Plop weer aan elkaar te zetten. Maar hoe ging dat ook alweer? Klus kijkt in zijn goochelboek. Maar de pagina is er uitgescheurd. Wat een ramp! De bezoekers gaan weg. Boe, roepen ze. Wat een flauwe show! De tent loopt leeg. Alleen Plop, Kwebbel en Klus zijn er nog. Plop is heel verdrietig, maar er is niets aan te doen. Kwebbel en Klus nemen allebei een stuk van de kist mee naar huis. Plots valt er een vliegertje uit de kist. Nieuwsgierig vouwt Kwebbel het vliegertje open. Hoera! Juicht ze. Het is de verdwenen bladzijde uit het goochelboek. Klus zet de twee helften van de kist tegen elkaar. Hocus pocus, pats! Plop is weer in één stuk. En daar is iedereen heel blij om. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!